Dames en heren, wie kent ze niet? De witte, vroeger werd dat de grotchampion genoemd. De witte champignon, zoals wij die in het blauwe bakje bij de supermarkt kopen. Waar zou die nou toch vandaan komen? Uit Wijchen. Ja, hij wordt hier niet geteeld, maar ik ga praten met Rob Banken. Welkom in de uitzending. En we gaan het hebben over het bedrijf dat in de jaren 50 is ontstaan in Batenburg. En via Elst weer terug op het Wijchense grondgebied is gekomen. Zo is het. Rob, zou je in het kort even deze geschiedenis kunnen vertellen? Ja. Ja, nou, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Mijn vader, die nog steeds actief is in het bedrijf, die is in de jaren 50 als een van de eerste champignon-telers in Nederland begonnen met, met de productie zeg maar, van champignons, witte champignons. Een soort experimenteren was dat ook. En later heeft hij dat uitgebouwd tot een volwaardige champignonkwekerij in Batenburg aan de Maas, aan de dijk. In de jaren 70, hij ging elke keer naar de veiling. Hè, veiling Zaltbommel of veiling Bemmel later. En dan was het maar afwachten wat de opbrengstprijs van zijn product was. Ja. En daar had hij toch wel moeite mee, dus ondernemer genoeg. Is hij toch naar eigen afzetmarkten gaan zoeken. Nou, dat moet je heel eenvoudig bekijken door in Nijmegen op de markt of bij Chinese restaurants of later ook bij een supermarkt. En zijn hele afzet kon hij op die manier garanderen door zijn eigen productie. Hij had zelfs eigenlijk een hele goede verkoop. Hij moest toen bij gaan kopen bij collega-telers. En zodoende is er eigenlijk ook een soort handelsbedrijf ontstaan dat hij dus zeg maar champignons kocht van collega-telers en verkocht aan zijn klanten. Ja. Die hadden dan een vaste prijs en hoefden niet meer de veilingprijs af te wachten. Nou ja, dan heb je eigenlijk een productiepootje en een handelspootje, laat ik het maar zo zeggen. En heden ten dagen zijn we dat eigenlijk nog steeds. Hè? Alleen is het allemaal wat groter geworden. We zijn in de jaren 90 gaan exporteren. Nederland was iets te klein geworden, dus mijn vader is toen buiten de landsgrenzen gaan zoeken. Eerst in Duitsland, later in Engeland. Dat is heel succesvol gebleken. We hebben ook een aantal acquisities gedaan. En sinds 2000 zijn we ons gaan toeleggen op het totale assortiment aan paddenstoelen. Dus we wilden niet alleen de bekende witte champignon of de kastanje champignon, zoals ik die hier zie. Ja. Hè, maar we wilden eigenlijk het hele range aan paddenstoelen. En dat zijn gecultiveerde paddenstoelen, hè, dus die kun je telen. Of wilde paddenstoelen en die moeten we vinden. En dat, ja, de meest exclusieve daarvan is een truffel, hè, onder een eikenboom in Umbrië. Hè, maar je hebt allerlei wilde paddenstoelen die we ook in laten vliegen naar Wijchen toe. Nou, en dat hele assortiment daar zijn we sinds 2000 mee gestart. Halverwege, dus zeg maar 2005, zijn we gestart met productontwikkeling. Marketing, we zijn echt gaan kijken van wat kunnen we nou met deze mooie producten nog verder doen. Hè? En dan moet je denken aan het snijden van producten, maar ook gewoon complete maaltijdcomponenten maken. Hè, soepen eventueel, voorgerechtjes, hè? Dus dat we een complete maaltijd maken. En dat met mooie feestdagen, zoals de komende feestdagen met Kerstmis, ja. Dat we dat kunnen aanbieden. Maar we proberen dat natuurlijk jaar rond te doen. Ja. Nou ja, dat zijn nu de activiteiten en uiteindelijk zijn we zo uit ons jasje gegroeid in Elst. Ook het verkeer daar is tussen Arnhem en Nijmegen behoorlijk ingeklemd. Waardoor we besloten hebben van daar is geen groei meer mogelijk voor ons. En we moeten nieuw bouwen en dat doen we graag weer op Wijchens terrein. En zo is Banken Champignons weer terug in Wijchen. Ja, klopt. Wat is jouw rol in het familiebedrijf? We zijn echt een familiebedrijf. En mijn vader is er gelukkig nog bij. Dus hij is de oprichter, de ambassadeur van ons bedrijf. Hij heeft natuurlijk veel teeltervaring van vroeger uit. Dus we hebben nog steeds teeltbedrijven. En hij In eigendom? Ja. Ja. We hebben in België twee grote bedrijven en in Polen een groot bedrijf. En daar is hij in eerste lijn zeg maar, voor ook verantwoordelijk. Hij heeft ook die teeltkennis, kan die mensen daar adviseren. Dus dat is mijn vader. En mijn broer is met name verantwoordelijk voor de operations en sales.
Ook een stuk inkoop zeker. Ik ben verantwoordelijk voor finance en alle andere stafdiensten. En samen zeg maar, vormen we eigenlijk de strategie van het bedrijf, de groeistrategie voor de toekomst. Ja. Ja, echt een heel fijn familiebedrijf. Leuk. Ja. En hoeveel man personeel inmiddels? Dat is wat behoorlijk uit de klauwen gelopen, misschien. Wij hebben in totaal een 450 mensen in dienst, waarvan ongeveer een 140 in Wiegen. Ja. We hebben een groeistrategie. Sinds dat we hier in Wiegen zitten, en dat is dan sinds 1 juni, zien we ook dat het verder groeit. En dat hadden we ook al voorspeld. Dus ongetwijfeld dat we nog meer medewerkers nodig hebben. En daardoor roep ik ook iedereen op, hè. Mocht er interesse zijn, meld je bij Bank Champions voor eventueel een job. Daar is werk. Ja. Bij jullie. Ja. Dat is alleen maar mooi. Ja. Ja. Truffel is duur. Truffel is duur omdat het zeldzaam is. Ja. En je moet het ook nog vinden. Ja. Hoe wordt truffel gezocht? Vroeger werd dat inderdaad met varkens gedaan. Zijn dat zulke culinaire beesten? Nou, die hebben een goede neus voor. Ja. Die hebben een goede neus voor. Ja. En het zit natuurlijk bij de wortels van een eikenboom in de grond. Het is moeilijk te herkennen. Lastig te vinden allemaal. Maar goed, het nadeel is van een varken dat hij het zelf opeet. En dat is wel heel erg zonde van het dure product. Dus vandaar dat ze nu honden inzetten. Die zijn zo afgericht dat ze niet opeten. Okay. En dat werkt veel effectiever. En dat werkt dat werkt beter. Ja, ja. Ja. Wordt er veel truffel gegeten in Nederland? Er wordt wel steeds meer truffel gegeten. Het is natuurlijk een exclusief product. Maar je ziet dat wel steeds groeien. Dat is over het algemeen alle exclusieve paddenstoelen die wij voeren. Dat vindt steeds meer aftrek. Ja. En dat is ook wat we graag willen. Hè. We willen eigenlijk ons aandeel aan witte champignons, kastanje champignons wat verminderen. En dat is nu nog 85-90%. Nou, dat moet naar de 75%, zeg maar. En het andere gedeelte, dat moet wat groeien. Er zijn ook meer culturen in Europa. Hè, dus die zijn meer gewend om andere paddenstoelen te eten. Die zijn ook gewend om in de bossen te gaan in de weekenden. Zelfs met name in Oost-Europa is dat een nationale sport. Dus we zijn blij met die ontwikkelingen. Ja. Is een wilde paddenstoel nou lekkerder dan een gekweekte? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Iedere paddenstoel heeft zijn eigen smaak. De ene is wat nootachtiger. Ik heb hier een, dat is een anijs paddenstoel. Nou, smaak naar anijs, hè, de naam zegt het al. Dus iedere paddenstoel is anders. Ik moet zeggen, ik vind wilde paddenstoelen zeer lekker. Kijk maar ook naar de truffel, die heeft een hele uitgesproken reuk en smaak. Ik denk dat mensen gewoon het moeten gaan proeven. Ze moeten het leren eten. Ja. Daar heb ik van truffel wel. Er schijnt truffelolie op de markt te zijn waar geen truffel ooit gezien is. En dat schijnt een afvalproduct van de olieindustrie te zijn. Exact, ja. Dat was onlangs bij een uitzending van de KRO Keuringdienst van Waarde. Oké, nou, ik heb het ergens gelezen. Maar inderdaad, hoe hangt dat samen met elkaar? Snap jij dat? Ja, kijk, er wordt dat hele programma Keuringdienst van Waarde, daar zit er vol mee met dit soort grappen en grollen. Uiteindelijk een truffel inderdaad, die kun je niet fijn malen of persen en dat daar dan iets uitkomt. Maar het heeft natuurlijk een exclusieve uitstraling en daar probeert iedereen gebruik van te maken. Dus maar goed, wij zitten verder niet. Wij concentreren ons op het verse product. Dus ook niet op conserve, op diepvries, voor aanverwante producten. Mm-hmm. Daar hebben we een hele kluif aan. En vers beleving, dat wint steeds meer terrein in Europa. Ja. Je kunt je voorstellen dat in Oost-Europa er nog niet dagdagelijks zeg maar, bij de retailers, bij de supermarkten zeg maar, aangeleverd kon worden. Nou, dat wordt nu steeds beter. De infrastructuur wordt daar ook steeds beter. Dus er vindt meer aftrek van verse paddenstoelen. Ten koste van geconserveerde paddenstoelen. Ja, ja. En wilde paddenstoelen, daar heb je niet een constante aanvoer. Want dat hangt ook af van de natuur, van het klimaat, noem het maar op. Klopt. Zijn er echt mensen die als beroep hebben paddenstoelen zoeken en dat verkopen? Ja,
ja. aan jullie. Ja, je moet je het voorstellen dat wij continu de herfst volgen hè, over, ja. over de wereldbol. En dus dan kopen we in Oost-Europa, maar als het daar voorbij is het seizoen, ja, dan gaan we naar Amerika of Canada of Zuid-Afrika. Nou, hè, waar we de producten kunnen krijgen, dan kopen we ze in. We zijn een van de, hè, we zijn marktleider, dus dan we zijn een grote inkoper van exclusieve paddenstoelen. Ja. Ja, dan laten we ze gewoon invliegen of, om toch onze klanten te kunnen bedienen. Ja. Wij exporteren nog heel veel. We zitten echt werkelijk waar in alle Europese landen dagelijks. Met name in het retailkanaal, wat we ongeveer een 65% doen. Dat is de gewone bekende supermarkten. In Nederland zijn we bekend als de leverancier van Albert Heijn. Dus ook hier in Wijchen. Het overige gedeelte gaat natuurlijk een groot gedeelte naar de out-of-home business, naar de foodservice, naar catering business, naar zelfbedieningsgroothandels als de Hanos, dat is ook een klant van ons. En dan heb je nog een 10% aan overige business. En ook die, al die klanten, dat zie je nu ook bij de grote retailers, nemen steeds meer exclusieve paddenstoelen in hun programma op. Ja. Als je nou zo'n witte paddenstoel, hè, eventjes kijken, een gewone grotschampion, die zit er ook. Ja, net als deze, hè? Je bent hem vergeten in de ijskast en hij ziet er wat zwart uit. En kun je hem dan nog eten? Nou, een paddenstoel is een gevoelig product. Ja. Ik heb hem nu zo vast en als ik wat steviger druk, dan zul je zien dat hier morgen twee bruine vlekjes op staan. Ja. Dan is hij nog prima te eten. Alleen, hè, we zijn gewend dat een paddenstoel zeg maar, wit moet zijn, rond moet zijn. Dus dan vinden we het vreemd dat daar twee bruine plekjes op zitten. Maar ze kunnen dan gewoon gegeten worden. Een paddenstoel groeit altijd, ondanks dat nu de wortels eraf zijn, groeit die altijd. Dat kunnen we stoppen, dat verouderingsproces, door het op 2 graden te koelen. Mm-hmm. Nu is het hier, 18 graden bij wijze van spreken. En dus dan groeit hij gewoon stevig door. Ook in jouw koelkast groeit hij gewoon door. Dus als je het een week laat staan, ja, dan wil hij eigenlijk uit dat bakje, dat blauwe bakje, hij groeit door. Pas als hij echt slijmerig wordt, en, hè, dan moeten we hem natuurlijk niet meer eten. Dus kijk zeker naar de THT die er op het bakje staat. Maar vaak is het nog goed te eten als er een deukje of een plekje op zit. Ja. En zo'n THT, we hebben daar nog nooit in het programma over gesproken. Tenminste houdbaar tot. Ja. Dus 1, 2, 3 dagen daaroverheen moet eigenlijk wel kunnen. Maar het is ook een beetje beoordelen van hoe ziet hij eruit enzovoort. Ja. 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 Ik zou hebben... Ik denk dat een dag na de THT nog steeds het mogelijk moet zijn. Kijk, voor een supermarkt is het ook altijd een veiligheidsmarge. Ja. Dus vandaar. Ja, ja. Jullie vervoeren met eigen vrachtwagens. Je ziet heel veel bedrijven die zeggen, wij doen in champignons en we houden ons bezig met de champignons en de rest, dat laten we. Ja. Jullie hebben gekozen voor eigen vrachtwagens en daar is een reden voor. Ja. Wat is die reden? Nou, dat is heel bewust, heel bewust. Wij hebben gezien, met name in onze exportactiviteiten, dat het uitbesteden aan derde vervoer toch vaak problemen oplevert. Omdat het wordt of gecombineerd met andere producten die niet die 2 graden temperatuur hebben. Of wordt er roekeloos mee omgegaan met zo'n gevoelig product. We hadden behoorlijk wat klachten van klanten. Dat hebben we aangepakt door op een gegeven moment zelf het vervoer te gaan organiseren. In eerste instantie op Engeland. En dat is heel positief gebleken. We hebben hele enthousiaste chauffeurs daarvoor. Die met hun bankenjas, zeg maar, chauffeursjas, en met hun bankenwagen zeg maar, daar bij de klant aankomen. Het geeft een heel betrouwbaar, gevoel. Zeker. We kunnen ook, omdat de vrachtwagens computer gecontroleerd worden. Hè, dus we kunnen precies de temperatuur controleren gedurende de hele rit. Daar kunnen we ook uitdraaien voor verstrekken. En zien we dus meteen als er iets los is en als het dus niet op 2 graden vervoerd wordt. Nou, daarmee heeft de klant zeg maar, in de beste condities zeg maar, van een gesloten koelketen van producent tot aan de deur van de klant zeg maar, het vervoer hebben we daarmee in handen. En zagen we ook de klachten enorm terug uitlopen. Ja. En dat hebben we toen uitgebreid naar andere landen. Ja. Dat is wel positief gebleken. Nou, dat is mooi. Heel veel mensen durven geen paddenstoelen te gaan plukken omdat ze niet weten of ze eetbaar zijn of niet. Ja. Heb jij een algemene tip, hè, de rood met witte,
rood met witte stippen, die moet je niet eten. Nee. De stinkzwam denk ik ook niet. Maar er zijn ook nog paddenstoelen. Hier zitten erbij waarvan je, als je die in het wild ziet, denkt van boe. Ja. Maar wat staat hier nou en hoe heet het? En kun je dit allemaal in het wild vinden? En hoe kun je zien of die eetbaar is of niet? Nou, er is geen algemene regel, zeg maar, te stellen van als hij rood is, dan is hij giftig. Ik durf wel te zeggen dat als hij een hele felle, uitgesproken kleur heeft, dan zou ik zeker even een boekje gaan kijken, want dan is er misschien toch wel iets mis mee. Dus je moet het opzoeken. Mm-hmm. Wat wij verkopen zijn dan natuurlijk alleen maar de eetbare paddenstoelen. Wat we hier hebben zijn veelal gecultiveerde paddenstoelen. Ik heb twee wilde meegenomen. Dat is deze en dat is de Pied de Mouton. Mooie naam, schapenvoetje. Hij ziet er ook echt zo uit. Ja. Je hebt nog een ander exemplaar, daar kun je daar iets meer bij voorstellen. Ja. Ja, maar die vinden we dus in een bos. De kanterel kent iedereen, er zijn drie soorten kanterellen. Dit is een trechterkanterel, geeft ook een beetje de vorm als een trechter. Ja. Dat zijn twee wilde paddenstoelen. Die komen dus niet uit Nederland. Deze zijn echt wild. Wild, ja. Ja, ja. Zoals ik al net zei, dat is de Annèche paddenstoel. Hij lijkt een beetje op de normale, maar hij is van een gelige hoed. Ja. En hij smaakt naar anijs. We hebben hier een shiitake. Ook deze vind je wel veel nog in de supermarkten. Het is een Aziatische paddenstoel. Hij is wat vaster van structuur. Heerlijk bij in vleesgerechten. Dus ik zou hem zeker aanbevelen. De bekende oesterzwam. Die zijn in drie kleuren. Dat is een vleesige paddenstoel. Kunnen we makkelijk snijden, kunnen we makkelijk bakken. Hij is in de kleuren grijs, roze en geel. Probeer ook zeker die andere kleuren eens een keer. De kastanje champignon is inmiddels een bekende geworden. Ja. Wat noothoutige smaak in plaats van de gewone witte champignon. Die in allerlei maten is te krijgen. En probeer het ook eens een keer om deze hier dit uit te hollen, dit voetje eruit te halen. En dan te vullen met heerlijk gehakt of met wat groenten en zo. Is het heerlijk. Een stukje paprika erin. Dit is een Pio Pino. Beetje een Italiaans. Is dit een wilde of een gecultiveerde? Nee, dit is een gecultiveerde. Gecultiveerd. Ja, een populier leemhoedje. Ook ja, wat vastige smaak. Heel kruidig. Dus zeker ook de moeite waard bij wat vleesgerechten. Bekende is natuurlijk ook de portabella. Deze kunnen we heel mooi vullen. Eigenlijk is het een Amerikaans paddenstoel. Ja. Daar worden ze gebruikt als hamburger. Dus gewoon lekker op de barbecue en zo op die manier het gebruiken. Wij in Nederland kennen met name inderdaad door te vullen. Wij vullen dat dan zelf. In Wijchen hebben wij een afdeling waar we en kunnen snijden, maar ook zeg maar hele bewerkingen aan paddenstoelen kunnen doen. En dan vullen we ze bijvoorbeeld met een geitenkaas, pijnboompitten, wat honing erbij. En je hebt een heerlijk voorgerecht. Ja, zeker. Ja, dat zijn. En jullie hebben nu een beetje. We hebben hier nog een koningsoesterzwam. Oh ja. Dit is een kleine. Die lijkt een beetje op een normale oesterzwam. Hij heeft een wat grotere steel. Maar zeker die steel is ook heel smaakvol. Wat een paddenstoelen. Geweldig. Giftige paddenstoelen hebben we gehad. We hebben deze paddenstoelen. Een nieuw product van jullie. Althans, ik zag die bakjes liggen, heb je ook even verteld. Is dat je bakjes maakt met verschillende soorten paddenstoelen. Om de Nederlander wat meer aan de wat exclusievere paddenstoelen te helpen. Exact. Kijk, als ik bij een retailer zou moeten aanbieden aan anijspaddenstoel of zo, dan weet men niet wat men hiermee kan doen. Ja. En we hebben in het verleden wel eens getracht om daar dan recepturen bij te leveren. Maar uiteindelijk koop je niet zo gauw een populier leemhoedje. En wat we nu doen, we hebben het vereenvoudigd. We hebben een product waarbij we zeggen van dit zijn paddenstoelen voor de pasta. Je bent van plan om pasta te gaan eten of soep gaan eten of vleesgerecht gaan eten. En daar hebben wij gewoon paddenstoelen voor het vlees voor, paddenstoelen voor de soep.
Ja? En dan hoef je er eigenlijk verder niet bij na te denken. We hebben voor jou zeg maar de mooiste paddenstoelen al geselecteerd. Op de achterzijde hebben we kort even aangegeven hoe het menu in elkaar steekt. En binnen 5 minuten heb je een heerlijk paddenstoelengerecht. Ja. Wat bij die soep of bij die... bij die en zo krijg je de mensen af van de ouderwetse grotchampignon naar allerlei andere, paddenstoelen. Ja. Prachtig, prachtig. En het is heel gezond, hè, want paddenstoelen die zijn heel goed voor de lijn. Dus... ook dat pikken we dan wel mooi ja, mee. Want ook vegetariërs eten veel paddenstoelen. Ja, ja, precies. Ik heb daar straks even met Jovita Luitelaar gesproken. Maar we hadden ook nog iets over paddenstoelen, maar daar zijn we niet meer aan toegekomen. Maar leuk dat we daar dan nu aan toekomen, want die verwerken ze ook zeer graag in de gerechten. Dames en heren, u begrijpt dat u bij banken moet zijn voor werk. Dat heeft Rob net zelf gezegd. En voor champignons, maar die kunt u niet daar halen, maar gewoon in de winkel. Ik heb bijzonder genoten van de rondleiding door het gebouw, overal op 2 graden. Het is indrukwekkend en het ligt aan de bijsterhuizen. Als je naar Nijmegen rijdt, kom je er vanzelf langs. Ja. Dus vanaf vandaag weet iedereen banken champignons. Rob, heel hartelijk dank. Graag gedaan. Veel succes met jullie bedrijf en graag tot de volgende keer. Oké, merci, bedankt.